Dank u, meneer de voorzitter. Collega's, meneer de minister. Wat zaterdag en gisteren is gebeurd in Brussel, is een hoofdstad onwaardig. Auto's, winkels werden vernield. Brandweer, politiemensen werden aangevallen. Daders moeten worden gevat en gestraft. Dat moet duidelijk zijn. Iedereen is slachtoffer. Zonder onderscheid. Evengoed de Indische uitbater van een nachtwinkel als een chocolatier. Evengoed een Marokkaanse uitbater van een horecazaak als de eigenaar van een meubelwinkel. De grootste slachtoffer is uiteindelijk Brussel en het imago van Brussel. Want mensen begrijpen echt niet dat dit mogelijk is in onze hoofdstad, in de hoofdstad van Europa. Maar er blijven heel veel vragen over, meneer de minister. Hoe kan het dat het 45 minuten duurt voor er voldoende versterking ter plaatse is? De winkeliers stonden er helemaal alleen voor, 45 minuten lang, en moesten zelf hun pand beschermen. Hoe komt het dat er maar één persoon is aangehouden? Waar was de federale reserve die normaal in steun moet komen? Ze is fors afgebouwd de laatste jaren en de onderzoekscommissie naar de aanslagen heeft ook aanbevolen om daar onmiddellijk in te investeren en opnieuw een federale reserve te hebben die naamwaardig. Wanneer zal die er zijn? Hoe lang zal dat duren? En hoe zit het nu? Hebben politiemensen op het terrein nu effectief opdracht gekregen om niet in te grijpen, zoals gezegd wordt, of klopt dat niet? En als dat klopt, wie heeft die opdracht dan gegeven? Dit zijn vragen waar antwoorden moeten opkomen, vandaag en de komende dagen. Maar ik wil ook benadrukken, repressie alleen zal het probleem ook niet oplossen. Naast een kordaat optreden dat absoluut noodzakelijk is, zal ook moeten gewerkt worden naar de oorzaken van de problematiek en zal bijvoorbeeld ook moeten ingezet worden op een betere wijkwerking, waar politiemensen effectief op straat komen in alle wijken. Dit is ook essentieel om op langere termijn te werken. Collega's, als een overheid er niet in slaagt om de burgers en hun bezittingen te beschermen, om hulpverleners, politie en brandweer te beschermen, dan faalt de overheid in de uitvoering van haar essentiële kerntaak. En dat verontrust me. En mijn vraag is dan ook, wat gaat u daaraan doen? Ik dank u.